Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van FHM's Vrouw aan de Top. Mijn naam is Chris Riemens, hoofdredacteur van FHM. En vriend van de show en producer, Ramon, is ook weer van de partij. Yes. Yes. Hé, hey, hier komt de gast van vandaag. Want uh, deze vriezin legt net zo makkelijk haar benen in haar nek... als dat ze viral gaat met een TikTok-dansje. Ze is de reizende ster van Rumach. En het leven haar onder andere de Social Media Queen Award op... tijdens de FHM 500 van dit jaar. In de studio is de gast Marijn Kuipers. Dank u, wel, dank u wel. Wat een leuke aankondiging. Leuk, Leuke ja. intro. We beginnen altijd uh, deze podcast om jouw CV door te nemen. Dus okay. uh, ben je er klaar voor? <laughs> ja, zeker. Oké, okay. wat is je volledige naam? Marijn Kuipers. Geen, uh, nee. geen tweede. Had ik wel naam. leuk gevonden eerder. Ja, gezegd. wat zou je dan als tweede, Wat had je een leuke naam gevonden? Ik weet niet. Mijn moeder had mij ook graag Fleur of Floor willen noemen. Ja. Vond mijn vader niks. Um, maar ik vind het wel bij me passen. Wat was je eerste bijbaantje? Ik heb uh, bij de Scapino gewerkt. Oh, wat ben ja. je daar? Um, nou. Wanneer, je mag op je vijftiende werken, geloof ik? Ja, Zoiets? De Belastingdienst dus luistert mee. Dus ik denk was, er dan. Ja, <laughs> ik, was, ik was één of twee dagen vijftiende. En ik was schoenen aan het afrekenen of van die waterschoentjes met mijn moeder. En mijn moeder zegt: hebben jullie vacatures? En een week later stond ik in een scapino die dacht die mij moet werken. Dus uh, zo ben ik daar beland. Oké, okay, lang gezeten? Uh, ik denk een jaartje, maar ik heb daar wel echt heel veel geleerd. Ik mocht meteen al stiekem achter de kassa, want normaal mag dat pas vanaf je zestiende. Ja. Maar uh, nee, dat was echt goed voor je eigen ontwikkeling. Oké, okay, ja. wat heb je daar geleerd dan, bijvoorbeeld? Uh, nou, gewoon sowieso met mensen. En sowieso hoe het werkt om ergens te werken. Voor mm -hmm. een baas te werken. Ja. Uh, en ik vond het... Op een gegeven moment loop je daar als het koninginnetje rond. Omdat je weet hoe alles werkt. En kan je iemand anders ook helpen. En um, ja, dat vond ik wel heel nou, leuk. Dus eigenlijk leren werken. gewoon het begin. Leren werken, ja, ja. Zeker, heel belangrijk. Wat was dan je echte eerste baan? Dat je zegt, nou... Nou, ik heb wel altijd... Uh, ik heb training gegeven, turntraining gegeven. En op een gegeven moment stopte ik bij de Scapino En toen heb ik daar uh, eigenlijk mijn werk van gemaakt. Ik heb altijd geturnd. Dus toen vond ik dat heel erg leuk om ook les te geven. Mocht helpen. En toen ben ik daar ingerold. Cool. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder verdiend dan 100.000 euro? Oh, 100.000 euro, is zeker minder, ja, ja, ja. maar um, working on it, working. Ja, dit is mijn eerste jaar als, als content creator en ja. dat soort dingen. Dus wat ik nu af en toe al verdien, is eigenlijk wat ik nu verdien, is al meer dan dat ik ooit heb verdiend. Mm -hmm. Dus uh, daar ben ik al heel trots op. Heb, uh, vroeger uh, heel fanatiek geturnd. Yes. Was jij op ja. weg naar de Olympische Spelen? Zeker niet. Nee? Nee. Ik zat wel echt in een groepje uh, met potentie, maar net geen topsport. Oké. Okay. Daar was ik ook echt niet geschikt voor, eerlijk gezegd. Um, maar achteraf, als ik bewuster was van hoe ver ik kon komen, was ik wel verder gekomen, denk ik. Maar aan de andere kant, ik trainde 16 uur in de week. Ja, maar 16 uur in de week, dat is... Ja, uh... maar dat is nog geen topsport. Nog voor, niet? Voor turnen is dat niet altijd topsport. Nee. Maar ja, je had bijna geen tijd meer voor een sociaal leven. Ja, maar dat hoefde toen ook voor mij niet. Want ik had school en ik ging turnen en dat vond ik fantastisch. En mm -hmm. mijn vriendinnen zaten ook op turnen en anders zag ik ze wel op school. En toen ging ik naar de middelbare school. En net zo fanatiek als dat ik in mijn turnen was, was ik ook in mijn huiswerk. Niet altijd, is niet bijgebleven trouwens, maar uh, toen wel. Um, en toen merkte ik van ik kom thuis, ik moet meteen omkleden en turnen, en dan was het al negen uur of half negen geweest, en dan moest ik gaan slapen, maar dan had ik geen tijd voor mijn huiswerk, dus ik werd helemaal overprikkeld, en ik kon dat niet aan, dus toen ben ik teruggegaan naar vier, vijf uur in de week trainen. Oké. Okay. En um, wat wilde jij worden vroeger als klein meisje? Ik wou dolfijnen trainster. Dolfijnen -trainster. Ja. Wat een mooie uh, ambitie. Ja, dat leek me echt geweldig. Ik zag het al helemaal voor me. Ja, ja. in het dolfinarium. In of het dolfinarium, anders. ja. En toen heb ik een uh, docu gezien, Blackfish. Ja. En dat vond ik verschrikkelijk. En toen dacht ik: Dit wil ik, ik ga nooit meer naar een dierentuin toe. Dus ik ga ook nooit meer naar een dierentuin. Nee. nee dat, dat heb je afgezworen vanaf heb dat, dat ik... moment. Ja, dat vond ik zo verschrikkelijk toen ik zag hoe dat eraan toe ging. Mm -hmm. Toen dacht ik, nee, dit wil ik niet, helemaal niet. <laughs> ja, nee. Heb je wel ooit gezwommen met dolfijnen? Ook niet. Nee, je bent nee. wel een Curaçao geweest, want die foto daar in de ja. FGM 500 2021 is geschoten in Curaçao. En ik. ik weet uit ervaring dat je daar met dolfijnen kan nee. schon. Ja, ja, nee, ik heb helemaal nooit met dolfijnen gezwommen. Maar Wist je dat niet dan. <laughs> Dat, ja, dat moest hard. ik wel ergens weten. Maar toen ik daar was, was het volledig lockdown. Ah, dus eigenlijk die oh. shoot was al een drama om te kunnen doen. Okay. Want je, op bepaalde dagen mocht je wel met de auto rijden. Als het jouw kenteken die nummers hadden. En uh, bepaalde dagen niet. Okay. Dus. Is dolfijn nog steeds je lievelingsdier? Uh, nee, een schaap. Is een mijn schaap tegenwoordig. Een schaap is mijn lievelingsdier. Ja, <laughs> Hoe ja. dat eigenlijk? Uh, nou ja, in Friesland, als je dan naar school fietst, waar ik dan woonde. Dan ga je door allemaal weilanden en dan... Werd het lente en dan zag je die lammetjes helemaal blij naar die schaapjes rennen met dat staartje zo. En daar werd ik zo vrolijk van. Oh. En dan soms deed ik bè, en dan hoorde ik dat tien keer terug. Nou, dat vond ik fantastisch. Doen ze echt hè? Leuk. Die De, ja, interactie. doen ze echt. Ja, ja, ja. Ze praten echt terug. Dus uh, dat is leuk. Dus jij eet ook geen broodjes dunner. Nou, dat wil ik nou nu niet zeggen. Okay. Maar uh, als het... Uh, ja, nee. lieve, lieve dingen zijn ook wel eens lekker hè. Precies. Laten <laughs> we het daarop Absolutely. houden. <laughs> Ja, want jij bent content creator. Content creator. Zo ja. zei je het net zelf heel goed. Um, voor de mensen die denken dat dit uh, een lui lekker baantje is. Wat, oh wat, shit. Wat moet je er allemaal voor doen? Wat moet je er allemaal voor doen? Nou, um, weet je wat het leuk is? Dit is voor mij echt wat ik het allerleukste ook vind. Dus ik legde altijd al zonder volgers of met volgers, legde ik altijd al alles vast. Maar. Vroeger toen de, je al een klein meisje was. Toen ik al een klein meisje was, ja. <laughs> maar. Het is echt, mensen verwachten ook wel iets van je. En je bent er elke dag mee bezig. Ik kan niet nu op vakantie gaan en even drie weken posten. Want het voelt gewoon niet goed. En drie ik doe dat ook. niks posten. Op... Ja, ja. Ik, voor mij, ik vind het heel erg leuk om te doen. Maar als ik mijn dag kut voel, dan zet ik ook wel even op mijn story. Yo, uh, vandaag voel ik me eventjes wat minder. Even niet mijn dag. Maar ik post wel, want omdat ik wil iets posten. Mm -hmm. Want ik wil niet. Voor mij voelt het, het is niet een druk, maar eigenlijk een drive. Ja, om het zo te zeggen. mooi gezegd. Ik vind dat echt heel erg leuk. En um, ik plaats ook elke dag. Maar dat is voor mij mijn standaard geworden, omdat ik dat ook als drive voel van ja, weet je, nu is de tijd om dat te gaan doen. Maar soms in de TikTok ben je wel twee uren bezig. Maar soms ben je vijf minuten bezig. En de ene keer, je moet elke keer maar weer met een idee komen. Ja dus je voelt geen druk om uh, elke dag maar die druk van het posten die voel jij niet nou ja druk wil ik het eigenlijk niet noemen maar ik heb wel een standaard voor mezelf gezet dat ik elke dag post en elke dag een story maak en elke uh, week drie vier dingen op mijn Instagram account en op mijn fitness account plaats ja. en op TikTok en ja. op Brumag TikTok elke dag dus dan maak je best wel veel content. Ja. Zeker, heel veel. Maar dus, dat ja. leidt dus ook ergens toe. Ja, absoluut, absoluut. En soms heb ik het idee van joh. Uh, Marijn, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ben je wel aan het werk? En dan kijk ik terug en dan denk ik: Ja, ik ben fucking hard aan het werk. Ik ben elke dag maar bezig. Mensen moeten niet vergeten dat het altijd doorgaat. Ik heb nooit een middag niet, want als ik een middag niet kijk, dan moet ik mezelf daarin updaten. Of dan lig ik om drie uur s nachts nog te editen of wat dan ook. Ja, ik heb wekkers twee keer per dag. Elke dag om mezelf te herinneren... Nu moet ik posten. En als het dan eerder, dan denk ik: Oh shit, ik moet nog editen. En ik train, bijvoorbeeld voor mijn fitnessaccount... Ik sport en dan denk ik, oh, vandaag ga ik even niet filmen. Maar het heeft zo'n drive dat ik dan wel ga filmen. Maar ondertussen ben ik ook aan het sporten. Maar dat is ook mijn werk. Maar dan ga ik dus daarna nog een half uur op de loopband staan om het te editen. Zodat ik die avond nog een video online kan zetten. En ik vind dat heel leuk. Maar als ik me wat slechter voel, merk ik dat mijn content ook best wel achteruit gaat. Of dat ik minder plaats, of dat ik minder film. En dan is het best wel lastig. Want ik wil wel elke dag plaatsen. Wat doe je dan in het weekend? Ook. hetzelfde. Dus je werkt zeven dagen per week. Ik werk altijd, ja. ja en TikTok, ook... TikTok kun je niet inplannen. TikTok kan je nee. niet inplannen. Nee, daarom heb ik ook die wekkers. Um, dus. En ja. ook werk en privé, dat is eigenlijk uh, één. Dat is. Dat het... is één, ja. Ja toch? Ja, en uh, misschien moet ik daar iets meer balans in vinden, maar voor nu vind ik het nog zo leuk um, dat dat helemaal niet is. Maar ik weet dat ik gewoon heel erg mijn rust moet pakken, want mijn leven is zo divers, want presenteren of gezicht zijn van. Ik doe dan ook nog Holy Girls, dan hebben we een draaidag en dan filmen we twee dingen op een dag. Dan ben je ook gewoon van 10 uh, uur s ochtends tot zes, zeven, acht, tot dan aan het werk. Maar dan heb ik ook mijn socials dat ik bij wil houden. En dan de volgende dag ben ik bijvoorbeeld kapot en dan maak ik even minder content. Maar ja, de volgende dag moet er ook iets online staan. En de ene dag ben ik de hele dag aan het filmen omdat ik me goed voel. En dan heb ik al wat Content staan. Ja. In hoeverre speelt jouw uiterlijk een rol in het succesvol zijn op social media? Oeh, ik de, tuurlijk speelt dat een rol. Absoluut. Uh, maar ik hoop, uh, wat ik al vaker ook uh, met jou besproken heb. Kijk, ik wil niet bekend staan als een blonde meisje met een dikke reet. om het maar even plat te zeggen. Ik wil ook dat mensen mij volgen omdat ze mij tof vinden. Mm -hmm. En um, tuurlijk helpt uiterlijk, want mijn eerste volgers waren allemaal gevallen op uiterlijk. Want anders ga je niet op een foto die je ziet meteen mij volgen. Maar um, het begint steeds wel. En daar heb ik ook mijn focus op, dat mijn social media dingen nu ook minder uh, alleen maar mooie geposeerde foto's en dan helemaal niet alleen maar in bikini. Het scoort wel, maar ik wil ook meer dan, zijn dan dat. En ik vind het op Instagram heel lastig om persoonlijk te zijn, maar op TikTok gaat het wel weer beter. En het is natuurlijk fijn als, als je leuk bent om te zien. Ja. Ja, het is ook een reden waarom wij deze podcast zijn gestart, natuurlijk. Omdat we ook met FHM willen uitdragen dat het meer is dan alleen die ja. knappe foto, maar ook uh, ja. de, de, het succes en de, de persoon achter die Precies. foto te laten zien. En dat vind ik ook echt super tof dat jullie dit doen. Want dat, ja, dat, weet je van een foto af is dat heel moeilijk om voor een vrouw ook dat te geven. Ja. Want jullie hebben zoveel mooie meiden erin staan, maar ook die, die hebben ook een drive en die zijn daar niets voor niets. Het zijn je wel? allemaal wel succesvrouwen. Topvrouw, ze werken er hard voor. Ja, en daarom zetten jullie hun ook in dat rijtje, hè? omdat ze dat ook doen. En dat, dat vind ik heel leuk, dat jullie ook een kans geven om eventjes wat te vertellen daarover. Toch? Ja, maar dat is natuurlijk ook in de interviews in de, op de site en in het blad. Ja. Maar neem niet weg dat die foto's nog steeds geweldig zijn om te Tuurlijk. maken. Want holy shit, wat holy een shit. geweldige fotoshoot hebben we met jou uh, gedaan. Ja, je bent so. niet lelijk. Nou, dank u, dank u. <laughs> <laughs> nou, dat scheelt, ja. Dit jaar heb jij de FHM's. Social Media Queen Award gewonnen. Zo. Hoe, 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 hoe was dat voor je? Schaaf, hè? Dat is heel vet. Je staat in een illuster rijtje. Zo. Het... Maar vertel me even wanneer win je die? Wanneer win ik die? Nou, um, ja. Hoe bedoel je? Nou, wanneer win ik die? Wanneer win je die awards? Voor de mensen die dat niet weten. Ja, ja. ja nee, ja. Met de FGM 500 hebben we meerdere awards. Waaronder één daarvan is de Social Media Queen. En dat is als je in het afgelopen jaar bent opgevallen uh, via je activiteit op social media. Dus als je, nou, jij bent echt als een raket door uh, Instagram en TikTok uh, geschoten. Bizar. Richting, het, ja. uh, richting de stratosfeer. Ja. Uh, want kun je dat illustreren aan de hand van cijfers? Hoe, hoe, uh, hoeveel zo. ben je gegroeid het afgelopen jaar? Nou, nou, um, op mijn verjaardag heb ik de 200.000, dat is 9 april. Ja. 200.000 gehaald. Um, nu is het, denk ik, een maand verder, zit ik op uh, 211.000. Dus dat is best wel. Is het Instagram Insta of TikTok? De Instagram. Oké, okay, TikTok is nog hoger, zie je. TikTok is nog hoger. Ja, TikTok is. Maar TikTok vind ik qua uh, volgers, dat is heel stom, denk ik, eigenlijk om te zeggen. Maar qua volgers wordt dat veel minder serieus genomen, omdat je best wel snel kan groeien op TikTok. Maar mijn TikTok heb ik gewoon mijn Instagram flink ingehaald. Ik denk dat ik vorig jaar uh, op 60.000 zat. En ik moest ook nog een keertje overnieuw beginnen met mijn TikTok-account, want die was geblokt. Uh, daar zit ik nu op, 200. Over de 280. 280. Oh my god. En in een jaar heb je er hoeveel bijgekregen? Um, ja, 200.000 dan. Ja, zoiets. Ja, dat... En op mijn Instagram heb ik vorig jaar denk ik, um, ik uh, 100.000 gehaald. Mm. Ja. En zijn, dat dus... de, zijn dat de belangrijkste kanalen voor jou, TikTok en TikTok Instagram? TikTok en Instagram eigenlijk wel, ja. En ik wil ook wel wat meer focussen op uh, YouTube... maar ik merk dat mijn creativiteit gewoon heel erg lekker uitkomt... op Instagram en op TikTok, ja. Uit onderzoek uh, las ik uh, een tijdje geleden... dat 75% van de kinderen influencer wil worden tegenwoordig. Nee nou, joh! We kunnen jou wel in die categorie scharen. Mm -hmm. Stel, ze zitten te luisteren. Wat zijn nou de belangrijkste punten uh, waar ze op moeten letten... als je hier succesvol in wil worden? Nou, dat je vooral doet waar, waar jij je goed bij voelt. En dat je ook echt dingen doet wat jij leuk vindt. En niet dingen doet om wat wel goed scoort of niet goed scoort. Of dat je echt vanuit jezelf, echt goed jezelf eerst leren kennen. En dan jezelf uit op Instagram of TikTok of wat dan ook. Ja. Maar. Um... Dus zoek vooral bij, de, bij je eigen passies en nou ja, ga daarmee aan de dat, slag. Dat werkt echt. Als je, want er zijn al zoveel die het doen om het plaatje, of al zoveel die het doen om dat. Dus. Uh, doe gewoon lekker waar jij je goed bij voelt. en wat, wat jij leuk vindt. wat jouw passie is. Ontzettend leuk uh, dat je er was. Uh, bedankt Dank voor het je. leuke gesprek. Zo. Ramon. Jij ja, ook weer bedankt, ja. dat was gezellig. En uh, alle luisteraars ook weer bedankt uh, voor het inschakelen. En dat jullie het hebben gehaald tot dit moment. Ja, echt zo. En uh, vergeet ons niet te volgen op fhm.podcast op uh, Instagram en TikTok. En zie jullie volgende week. Dankjewel. Jij bedankt. Fijne dag allemaal. Of avond. Of avond. Volgende